samen. Ik heb hier een afspraak met Jochem van Gelder. Is die hier? Ja, dat is zeker. Die is hier. Maar wat zie jij er chique uit? Ja, ik heb ook een chique afspraak met hem. Nou, kom mee met mij. Dan gaan we eens even kijken. Ja. Jochem, er is iemand voor je. Ja, kom maar aan. Para. En, Bibi, wat vind je ervan? Mooi, ja? Alleen je strik zit scheef. Echt waar? Doe me eens goed. Ja. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, je ziet eruit om nog een ringetje te halen, meid. Fantastisch. Ik denk dat we moeten gaan, dat wordt op ons gewacht, hè. Mag ik uw hand, mevrouw Biep? Philip, bedankt. Graag gedaan. Welkom bij Schrebbeljol. Meneer Lahey, goedendag. Hartelijk welkom. Mag ik u voorstellen aan mijn chaperone, mevrouw Biep? Dag Bibi, hartelijk welkom. Dank u wel. Zitten. Dag Jochem. Goedendag. Heb je een goede reis gehad? Uitstekende reis. Buitengewoon gewoon goede reis. Mag ik u trouwens complimenteren met de prachtige ambiance hier in Chalet Royal? Dankjewel. Erg mooi, erg mooi. Fijn te horen. Mevrouw Biep, het lijkt me een passend moment om uw vraag even te introduceren bij meneer Lahey. Ja. Wie heeft het uitgevonden dat wij met lepel, mes en vork moeten eten? Ja, oh, dat is een hele leuke vraag, Wiep. Die zal ik graag gaan beantwoorden. Maar ik denk dat het goed is dat we eerst eens even een verfrissing drinken en een lekker voorgerechtje nemen. Gezondheid. En vooral een hele gezellige maaltijd toegewenst. Ja. Zeg, nou, jullie hebben waarschijnlijk wel gezien dat er zo geweldig veel van het mooie bestek langs beide kanten van het couvert ligt, hè? Van het bord, hè? Van het bord. Ja, ja, dat kan ik meteen even vertaal. Het bestek ligt zodanig dat je van buiten naar binnen eet. Ja. Dus jij hebt bijvoorbeeld een mooi half kreeftje op je bord liggen. Ja. Daar heb je dus voor aan de buitenkant een kreeftenhaak. Nou, als je die volgorde allemaal aanhoudt, dan heb je de hele avond geen problemen. Biep die heeft een heel mooi bordje met van verschillende soorten vis. Er ligt gerookte zalm en forel op. En ook voor haar geldt dat het bestek dus ook van buitenaf is ingedekt. Maar dat is even ter inleiding, want de vraag was, hoe is het ontstaan, hè? Hoe zijn ze nou aan dat bestek gekomen? Nou, vroeger werd er helemaal geen bestek gebruikt. Vroeger werd er gewoon met de handen gegeten. Het vlees werd gebakken of gebraden. Dat lag op een houten plank. En dat werd zo aangepakt, naar je mond gebracht. En daar beet je stukjes af. En zo werd dan dat vlees verorberd. Na een aantal jaren kwam men tot de ontdekking dat er nogal andere manieren waren om te eten. En dat kwam omdat er een heleboel mensen waren, die, met name mannen, die een zakmes droegen. En dat zakmes, dat kon je natuurlijk ook voor andere doeleinden gaan gebruiken. Zo kwamen ze tot de ontdekking dat je daar ook vlees mee kon snijden. Met je linkerhand hield je het vlees vast, met je rechterhand sneed je dat dan in stukjes. En sommigen waren zo slim om datzelfde mes te gebruiken en een stukje vlees aan het mes te rijgen en het zo naar hun mond te brengen. Als je een saus erbij had, dan had je wat brood en dan sopte je dat brood in die saus, om het dan vervolgens ook weer in je mond te stoppen. En met soep was het iets beter gesteld. Daar waren houten bakjes voor, waar soep in werd geserveerd. En op beperkte schaal waren er ook lepels. En dat betekende in de praktijk dat je soms op elkaar moest wachten om te kunnen eten, omdat er onvoldoende soeplepels waren. Dus dat is wel een enorm contrast met wat we hier nou hebben. Hè? Ja, ja. Nou, zo. Dat is heerlijk. Dat ziet er lekker uit. Ik hoop maar dat hij dat zal smaken. Zeg, maar waar zijn we ook weer gebleven? Het mes. Het mes, dat hadden we al. Ja. Ja. Nou, dan slaan we er weer een stukje over. Dan komen we weer een beetje deze kant uit. En dan komen we in de baroktijd. Wat zegt u nu? Baroktijd, ja. Dat is een periode waarin ontzettend veel veranderde. Dat speelt zich af zo, zeg maar, rond 1700. Mensen die worden wat welgestelder. En gaan dan ook meer aandacht besteden aan bijvoorbeeld aan de tafel, aan het eten. Ze gaan de tafels die gaan ze rijker dekken. Er wordt uitgebreider gegeten. Er wordt chiquer gegeten. En dat betekent dus ook dat het dan niet zo erg gepast is om met je handen te eten of alleen maar met een mes. En dan ontwikkelt zich, dan wordt er de vork ontwikkeld. En die vork die maakt het dus mogelijk om als je vlees gaat snijden, het vlees vast te houden en dan niet met je handen, maar met die vork.
heeft bovendien het voordeel dat het vlees dus niet alle kanten uit springt. En is bovendien een heel mooi hulpmiddel om, als je het vlees gesneden hebt met diezelfde vork, die je overigens dan in je linkerhand hebt, naar je mond te brengen en, ja, en zodoende te eten. Men gaf dus heel veel aandacht aan de decoraties op tafel. Van een hele belangrijke functie. Daarmee kon je ook laten zien hoe goed je het maakte. Hè? Mm. Het was ook een beetje pronken met je spullen. Dus er moest zoveel mogelijk op die tafel. En dat gebeurde met het eten zelf ook. Wij zitten hier gezellig in bepaalde volgorde de gerechten te verorberen. Maar dat deden ze daar niet. In die baroktijd werd alles ineens op tafel gezet. En het vervolg daarvan was natuurlijk wel dat iemand de een aan een voorgerecht zat en de ander soms al aan een dessert. En een ander nadeel was natuurlijk dat je bijvoorbeeld bij warme gerechten, ja, die werden natuurlijk koud als je daar wat later aan begon. Maar dat vonden ze helemaal niet erg. Nou, we zijn aan het einde van het diner gekomen. Ja, dat kun je ook zien aan het bestek wat nog op tafel ligt. Dat is niet veel meer. Einde van het diner. Biep, wat heb jij voor moois daar? Een dessertbestek, een lepel en een vork. Ja, zo hebben ze dus voor allerlei gerechten, dat is de ontwikkeling geweest op aan het einde van dit mooie verhaal, dat er voor alle gerechten aparte bestekjes worden gemaakt tegenwoordig. Juist. Mevrouw Biep, is het antwoord u geheel duidelijk? Ja. Ja? Geen vragen? Nee. Geen honger? Heel klein beetje nog, hè? Voor het dessert, ja, hoop ik. Nou, meneer Lahey, wil ik u hartelijk danken, ook namens mijn chaperone, voor dit heerlijke diner en voor het prachtige antwoord. Dankjewel. En dan gaan we nu even aanvallen nog, hè? Oké? Okay?